Het is voor het eerst dat Rotterdam grootschalig vuurwerkvrije zones instelt. Voornamelijk in gebieden rondom verzorgingshuizen, kinderboerderijen en parken. Er zijn heel veel voorstellen ingediend, er waren oorspronkelijk ook veel meer ideeën. En na een goed gesprek met de voorzitters van de gebiedscommissies ben ik gekomen op een lijst van 31. Rotterdam kent in totaal 14 gebiedscommissies. In de gebieden Hilligersberg-Schiebroek, Noord, Kralingen-Krooswijk, Hoek van Holland, Prins Alexander en Pernis wordt geen vuurwerkvrije zone aangewezen. De overige gebieden krijgen allemaal één of meerdere zones waar wel een vuurwerkverbod geldt. In Overschie is dat er één, in Feyenoord zijn dat er drie, in Hoogvliet vijf, in Sjaarloos is dat er één, in Delfshaven twee, in het centrum ook twee, in Rozenburg zijn dat er vier en in IJsselmonde zijn dat er liefst 13. 13 vuurwerkvrije zones, met name bij de verzorgingshuizen en het ziekenhuis, het Maastrichtziekenhuis. Ja, daar zitten toch de ouderen en de zwakkeren van de samenleving en die moeten juist ontzien worden. Nee, hartstikke content. Zorginstelling Aafje heeft in totaal 3 huizen in IJsselmonde. Regio-directeur Ruud Jonkman is blij dat er een groot aantal ouderen wordt ontzien. Maar er overheerst toch een dubbel gevoel. Er zit ook een andere kant aan het verhaal. En dat is dat er ook bewoners blij zijn met het vuurwerk op oudejaarsavond. Die zitten echt om 11:30 al voor het venster met de neus tegen het raam om te kijken naar het schitterende vuurwerk. En daar is het jammer voor. Aan de andere kant hopen wij dan dat het helder weer is en dat ze het in ieder geval in de aangrenzende wijken toch kunnen bewonderen. Nou, de politie zal erop handhaven, maar vooral de stadstoezicht. Die zal in die dagen rond oud en nieuw eigenlijk bijna dedicated bezig zijn met het handhaven op vuurwerk. Ondanks het hoge aantal zones met een vuurwerkverbod zijn er tijdens oud en nieuw niet meer politiemensen op de been dan in voorgaande jaren.